dangerous places and come and follow me. Maar de bruidegom die zegt tegen zijn bruid: kom naar beneden, kom weg van die gevaarlijke plekken en kom hier en volg mij. That's the same way with you. En dat is precies zo met jou. And me. En met mijzelf. Sometimes we become proud. Soms dan worden we trots. Sometimes we stray away from Jesus. En soms dan dwalen we af van Jezus. And when we stray far away from him, we are in a dangerous place. En als we ver van hem afdwalen, dan bevinden we ons op een gevaarlijke plek. For the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Want de duivel is als een briesende leeuw die op zoek is naar wie hij zal verslinden. But Christ calls us to come down from our pride. Maar Christus roept ons om naar beneden te komen, van onze trots weg. To come away from this dangerous fallen world. Om ons weg te trekken uit deze gevaarlijke, gevallen wereld. And to walk with him. En om met hem te wandelen. To walk humbly with our God. Om ootmoedig met onze God te wandelen. Believer, be very careful about how you walk. Gelovige, wees heel voorzichtig ten aanzien van hoe je wandelt. Because this is a dangerous world. Want dit is een gevaarlijke wereld. When God tells you not to go to a certain place, don't go. Als God tegen je zegt dat je niet naar een bepaalde plek moet gaan, ga daar dan niet naartoe. When he tells you not to become involved with certain things, don't do it. Als de Heer tegen je zegt dat je niet moet inlaten met bepaalde dingen, doe het dan niet. Run away from the danger and run to him. Maar vlucht weg van de gevaren en vlucht naar hem toe. Walk beside him humbly. En wandel naast hem nederig. You see, when you choose your own way and your own path, you are showing your arrogance. Kijk, als jij kiest voor je eigen wegen en je eigen paden, dan laat je daarmee iets zien van je arrogantie. I know how to direct my life. Ik weet wel hoe ik met het leven moet omgaan. I know what I'm doing. Ik weet wel wat ik doe. No, you don't. Nee, dat weet je niet. That is why you must walk humbly beside the Lord Jesus Christ. En daarom moet je ootmoedig naast de Heer Jezus wandelen. And learn from him, from his word. En van hem leren, van zijn woord. Now look at verse 9. Nou, kijk naar vers 9. You have made my heart beat faster, my sister, my bride. You have made my heart beat faster with a single glance from your eyes. Gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster, o bruid. Gij hebt mij het hart genomen met één van uw ogen, met één keten van uw hals. Now I want you to look at this. Nou, ik wil graag dat je dit ziet. His bride has been disobedient. Zijn bruid is ongehoorzaam geweest. She's been proud. Ze is trots geworden. She's up there in dangerous places. En ze is naar boven gegaan, naar die gevaarlijke plekken. She has strayed from her husband. En ze is afgedwaald van haar echtgenoot. Now, if I was her husband, nou, als ik haar echtgenoot zou zijn. And she did that to me, en ze zou dat mij doen. And I called attention to it. En ik zou haar daarop wijzen. And she looked at me. En ze zou naar mij kijken. Maybe I would look back at her with a hard look. Misschien zou ik naar haar kijken met een harde blik in mijn ogen. Or maybe I would rebuke her. Of misschien zou ik haar vermanen. Or let her know that I'm disappointed in her. Of haar laten weten dat ze me heeft teleurgesteld. But look what happens here. Maar kijk eens wat hier gebeurt. She takes one look at him. Ze kijkt één keer naar hem. She turns away from looking at the world and looks back at Jesus again. Ze keert zich af van het kijken naar de wereld en kijkt weer terug naar Jezus. And what does he say? En wat zegt hij dan? You've made my heart beat faster. Je hebt mijn hart sneller doen kloppen. With a single glance from your eyes. Met een één blik vanuit je ogen naar mijzelf. Look at the love. Kijk eens naar de liefde. Sometimes, you know, when you sin, soms weet je als je zondigt. And you've done something really wrong. Je hebt iets gedaan wat echt verkeerd is. If you think like me, then you probably do this. Als je net zo denkt als ik, dan doe je waarschijnlijk het volgende. Well, I've repented. Nou, ik heb me nu weer afgekeerd van mijn zonde. But I'm going to have to kind of stay here for a while, at least a couple of days. Maar nu moet ik een paar dagen wel hier blijven zitten. I'm just not going to run back into his arms. Ik ga niet zomaar weer terugvallen in zijn armen.
I mean, I guess I have to suffer some sort of a penalty. Nou, ik meen toch wel dat ik een bepaalde vorm van straf moet dragen. Do you ever feel that way? Nou, voel je je wel eens op die manier? Like after you've sinned, you need to kind of wait outside the house for at least a little while. Dat als je hebt gezondigd, dat je toch wel tenminste een bepaalde tijd buiten het huis moet blijven staan. But look what we see here. Maar wat staat hier? She just looks at him. Ze kijkt maar één keer naar hem. And his heart beats faster. En zijn hart begint sneller te kloppen. He is such a kind savior. Hij is zo'n vriendelijke heiland. He is so loving. Hij is zo vol van liefde. She just looks at him. Ze kijkt gewoon naar hem. And he loves her so much. En hij houdt zoveel van haar. Now let's talk about you. Maar laten we het over jou hebben. You've rebelled. You've sinned. Je bent in opstand gekomen en je hebt gezondigd. You recognize it. En je erkent dat. You're ashamed. En je schaamt je. You look up at him. En je kijkt naar hem. You turn back to Jesus. En je keert je terug tot Jezus. And he is so full of love for you. En hij is zo vol met liefde voor jou. He says, come. Dat hij zegt, kom maar. Come. Kom. Now think about this. Nou, denk hier eens over na. I have a little daughter. Ik heb een kleine dochter. And I don't know if I've told you this, but she's the most beautiful girl in the world. En ik weet niet of ik je dit ooit heb verteld, maar ze is het mooiste meisje in de wereld. And I'll walk into the house. En ik loop het huis binnen. And she'll just turn around and look at me. En ze draait zich om en ze kijkt me aan. And I'm just, my heart's going like this. En mijn hart begint sneller te kloppen. I mean, she can have a dirty diaper. Het kan best zijn dat ze een vuile luier heeft. And smell like a little pig. En dat ze ruikt als een klein varkentje. But just one glance of her eyes. Maar als ze alleen maar mij een blik gunt. And she's got me. Dan heeft ze me. You've got to believe this stuff. Dit moet je geloven. You decide, well, I'm going to pray. Je neemt de beslissing, ik ga bidden. The moment you go like this. Op het moment dat je je ogen opheft. His heart beats faster. Begint zijn hart sneller te kloppen. That's how much he loves you. Zoveel houdt hij van je. To me, that's wonderful. Voor mij is dat zo heerlijk. To me, that makes me want to follow Jesus. En dat wekt bij mij op dat ik Jezus wil volgen. I hope that you can come to understand what I'm saying. Ik hoop zo dat je tot begrip komt van wat ik zeg. He loves you. Hij houdt van je. He loves you. Hij houdt van je. And he says this. Now look at this. En hij zegt ook dit. He says, my heart beats faster with a single strand of your necklace. Mijn hart begint sneller te kloppen met één keten van uw hals. Now remember, this was a little girl, poor and on the side of the road naked. Nou weet je nog, dat kleine meisje, dat arme kleine meisje, naakt aan de kant van de weg. Where did she get a necklace so beautiful that it would move the heart of the great king? Waar heeft zij deze schitterende ketting vandaan en dat die zo'n mooie ketting dat het hart van de koning beweegt? She got it from the great king. Ze heeft het gekregen van de grote koning. You say, how could God look down?